Yo mensen, daar ben ik weer met de nieuwe Brawl Star video. Vandaag is het weer zover. We hebben weer een mega pick reward. Oftewel mega varken in het Nederland. Met natuurlijk zieke dingen die we daar allemaal uit kunnen krijgen. Ik weet trouwens niet eens of mijn club nu deze keer de 5 van de 5 heeft gehaald. Of 4 van de 5. Vorige keer hadden we in ieder geval de grootste reward die je kon krijgen als mega pick. We gaan nu eens kijken wat we nu kunnen krijgen. Want volgens mij hebben we 4 van de 5. Maar misschien ook wel 5 van de 5. Hoe dan ook. We gaan zeker reward krijgen en dat is één ding wat zeker is. En dan gaan we eens kijken wat we allemaal kunnen krijgen. Maar voordat we de megavarken gaan openen en eens zien wat we gaan krijgen. Doe een duimpje omhoog, 1000 likes zou natuurlijk heel mooi zijn. En abonneer, want dan blijf je natuurlijk op de hoogte van al mijn video's. En even wat anders, want ik heb natuurlijk een mooie Bouws t-shirt aan op dit moment. Die is in de aanbieding, tot aan het eind van dit jaar is deze Bouws t-shirt in de aanbieding. Je kan hem kopen op bouws.nl. En daarna zijn ook allemaal laatste items online. Gewoon van oudere designs zijn nog een paar laatste maten online. Dus als je toevallig wil weten of jouw maat ertussen zit, dan moet je even de site bouws.nl checken. Laatste maten zijn 50% in de aanbieding. En deze shirt is volgens mij 20%. Dus dat is ook een mooi aantal. Dus zeker weten checken op bouws.nl. Maar laten we nu maar beginnen met de mega varken. En dan gaan we eens kijken wat we kunnen krijgen uit deze mega varken. Hier gaat hij. Boom! We krijgen 101 bling. Nou, dat is sowieso al leuk meegenomen. Altijd mooi. We krijgen 508 munten. We krijgen in totaal 201 krachtpunten. Maar het gaat uiteindelijk om de stardrops. En daarvan hebben we er 20. Dus ik denk dat we dezelfde hoeveelheid hebben een beetje als de vorige keer. Want toen had ik ook 20 stardrops. Dus ik denk dat we als club toch weer 5 van de 5 hebben gehaald. Want de vorige keer dat ik keek hadden we 4 van de 5. En ik heb niet meer laat ingelogd om te kijken of we nog 5 van de 5 hebben gehaald. Dus dat zou misschien kunnen. Maar laten we maar alles bij langs gaan. En eens kijken of we weer een legendarische stardrop kunnen krijgen. De vorige video was dat gelukt. Dan had ik 1 legendarische. En 2 mythische dacht ik. En 2 epische. We gaan eens bijhouden of we dat kunnen gaan verbeteren. Nee, sorry. Ik ben nu een video aan het opnemen. Ik doe alleen de legendarische, epische en mythische. Die hou ik bij. Zo, staat genoteerd. Dan kunnen we daarin gaan bijhouden. Ondertussen krijgen we trouwens 50 krachtpunten erbij. Maar die zeldzame of super zeldzame, dat maakt niet heel veel uit. Het gaat me dus vooral om de epische, mythische en legendarische. En daar hoop ik gewoon een paar van te krijgen. Dat zou mooi zijn. Zeldzame, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Dat zei ik net ook al. Kom op. Nee, 3 zeldzame achter elkaar. Wat is dat nou weer? Nee. Oké, dat is niet de geluk die je wil hebben. De vorige keer had ik ook best wel veel geluk met 2 mythische, 2 epische en een legendarische. Maar ja, het gaat tot nu toe nog niet heel best. En we hebben nu een super zeldzame. We hebben al 4 stardrops geopend. Of misschien is dit al nummertje 5. En we hebben nog maar... We hebben nog geen 1 epische mythes op legendarisch gehad. Maar we hebben nu wel een reactie van Henk. En dat is op zich best wel nice voor een super zeldzame. Dus daar ben ik wel tevreden mee. Nu dan een epische. Nou, hij blijft weer op super zeldzaam. Wat is dit? Dan is een reactie wel echt heel knap dat we die kregen uit een super zeldzame. En eindelijk een keer een epische. Oké, dat is mooi. En het blijft ook episch. Maar dan kunnen we in ieder geval 1 erbij zetten bij episch. Dus dat is nice. Dan hebben we in ieder geval 1 keer iets redelijks gekregen. Maar ik verwacht dat we nog wel wat mythisch en legendarisch gaan krijgen. Verderop in de video. En we hebben nu een zeldzame. We zitten al bijna op de helft. En we hebben nog maar 1 epische gehad. Voor de rest alleen maar zeldzaam en super zeldzaam. Weer 50 krachtpunten erbij. Ach, no joh. Weer een gewone zeldzame. Wat een pech hebben we op dit moment. En weer een super zeldzame. We hebben 10 starterops op dit moment geopend. 50 bling is dat trouwens wel chill. Maar we hebben tot nu toe nog maar 1 epische gekregen. Voor de rest hebben we alleen maar zeldzaam of super zeldzaam gekregen. Ah, dan moeten wel echt veranderingen gaan komen. Weer een zeldzame. Dit gaat wel echt bizar slecht. No! Weer gewoon een zeldzame. Eigenlijk had ik ook moeten bijhouden hoeveel zeldzame en super zeldzame we hebben gekregen. Want volgens mij heb ik heel veel van die gewone zeldzame. En eindelijk weer een keertje een goeie. We hebben een episch. Oké, dan hoop ik dat we nu even een reactie krijgen. En we krijgen een spray. Dat is nog beter eigenlijk. Ja, vind ik nice. Een spray voor Macy. En volgens mij zijn die 29 edelstenen waard of zo. Dus dat is wel redelijk. Gaan we snel door naar de volgende. En ja hoor. Het is weer een zeldzame. Het houdt niet op.
En weer een zeldzame. Ik ben benieuwd of we überhaupt nog één mythische of één legendarische kunnen krijgen. Want zo heel veel Stardrops hebben we niet. En weer een gewone zeldzame. Of ik had de vorige keer heel veel mazzel. Want toen had ik dus twee mythische en een legendarische. Of ik heb nu gewoon bizar veel pech. Dat zou ook kunnen, hè? Want het is echt niet normaal hoe slecht rewards je krijgt. Oké. Gelukkig nog een epische. Dan hebben we misschien nu kans om toch nog even een mythische of legendarische te krijgen. Gaan we eens kijken. Nee, sorry jongen. Ik ben nu op dit moment mijn Stardrops aan het openen. Gaat hij nog naar mythisch? Nee, hij blijft episch. Maar dan hebben we wel drie epische Stardrops gekregen tot nu toe. Maar wat zit er in deze? Krachtpunten. Weer 100 krachtpunten erbij. En we hebben wel veel krachtpunten en dat soort dingen. Maar dat is niet waar ik naar op zoek ben. Oké, super zeldzaam. 100 coins. En dan hebben we nog... Oh, ik dacht nog één te gaan. Dit was het gewoon al. We hebben iets meer dan 1000 coins. We hebben 500 krachtpunten gekregen. 151 blink. 500 tokenverdubbelaars. Een reactie voor Henk. En een spray voor Macy. Wel, als je het mij vraagt, echt slechte rewards. Ja. Oké, we hebben hier nog een starter op. Dus dat is wel nice. Nee jongens, ik ben nu een video aan het opnemen. Super zeldzaam krijgen we nog even 50 bling erbij. Zo, kan ik nu even niet storen aanzetten. Dat is wel net zo handig. Ha, dit had ik echt niet verwacht. Ik had echt verwacht dat we wel betere rewards zouden krijgen dan wat ik nu heb gekregen. Maar we kunnen in ieder geval nog even één starter op erbij krijgen. En dan doe ik wel even in deze map. Dat is wel leuk. Ah, dan doen we het wel even met Charlie. Dan moeten we even een potje winnen. En dan hebben we nog een starter op erbij. Dan sluiten we daarmee af. En dan kunnen we dan misschien op die manier... toch nog één goede starter op krijgen. Want dit was wel echt heel erg slecht tot nu toe. Ja. Oké, duo showdown. Ik zie geen Shelly of zo. Dat is op zich wel chill. Want er zijn echt vet veel bosjes hier zo. Neemt iedereen die teleport. En ik kan hier even een kill maken. Oké, dan moet ik hier oppassen. Ja, dit is goed. Ik ga even die teleport nu nemen. Oké, ik ben bijna dood. En dan moet ik zo meteen die teleport weer terugnemen. We moeten wel in de top 2 komen natuurlijk. Willen we hier een win halen. Oh nee. Dat ga ik niet halen. Niet schieten jongen. Dan weet ze waar je zit. Oké, we staan nu momenteel derde. Maar als mijn teammate gaat schieten de hele tijd. Dan wordt hij sowieso gepakt. Jongen, dan was dat zo voorspelbaar. Oké, dat was echt stom. Weet je wat? Ik ga even met Jackie spelen. Want dat is denk ik een betere knokker voor deze map. Oké, dan moet het dit potje gaan gebeuren. Nou, dat hoop ik dan. Ik zie nu wel Shelly's. Ja, ik zit nu natuurlijk op hoger niveau te spelen. Dus dan krijg je dat sneller. Moeten we even meteen naar de kist lopen. Oh, ja, dit gaat goed. Lekker jongens. Kijk, dit wou je natuurlijk hebben. Hoppa, alle krachtpunten zijn voor ons. 14 krachtpunten. Dan gaat dit natuurlijk makkelijk lukken. Daar ligt nog een krachtpunt. Maar het is nu gewoon een kwestie van iedereen opzoeken en dan hebben we sowieso een min. Want dit gaat niemand van ons afpakken, deze overwinning. Ja, hier, hoppa, dat is er weer één. En dan zitten we al in de top 2, dus daar is al een showdown. Oh, daar ga ik nog bijna dood ook nog. Ja, die Bo, die zag me natuurlijk aankomen. Maar ik heb mijn hyperkracht. Ojo, dan heb ik mijn hyperkracht en ik heb die andere. Ja, dan heb ik ze allebei. Ja, oké, nee, dit is wel jammer. Dat zou wel ziek zijn geweest als ik dan een hit had kunnen doen. Dan had ik sowieso belachelijk veel damage gedaan. Dat kan niet anders. Maar ja, ik zie jullie wel op een moment dat we het andere team hebben gevonden. Maar die hebben we nu al gevonden. Oh, ze waren daar. Oh, ze waren er tussendoor gelopen. Ik dacht al, hier moet ze echt zitten. Ik doe mijn super aan. Maar waren ze nog bijna ontsnapt ook nog. Nou ja, top. We hebben gewonnen, dus dat is het belangrijkste. Kunnen we nog één laatste Stardrop krijgen. En dat is een super zeldzame Stardrop. Dat is dan wel weer jammer. 200 tokenverdubbelaars. Daar heb ik er sowieso ziek veel van. Dat kan niet anders. Ja, ik heb meer dan 4000 tokenverdubbelaars. Op zich ook wel chill, want dan kunnen we natuurlijk langzaam de hele pass voltooien. Ja, en ik heb ook nog wat opdrachten klaarstaan, dus dat komt helemaal goed. Zijn er nog updates trouwens hier zo? Ja, volgens mij verandert de hele tijd in de loop van de tijd gebeurt er van alles. En dat is op zich wel leuk, want volgens mij aan het eind gaan er echt van allemaal dingen gebeuren. Dus dat is wel leuk. Maar echt het doel hierachter... Ja, het is grappig, dat wel. Maar ik gebruik het eigenlijk niet. Kijken jullie veel naar of kijken jullie bijna niet naar? Ik ben wel benieuwd wat jullie hiermee doen. Maar ik laat het erbij. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Als je hebt genoten, vergeet niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's.
video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Checkbouws.nl voor de Bouwsarmy kleding. Hoi.